Hoi, welkom bij een nieuwe video en over twee dagen zit ik in Portugal. En het is niet zomaar een reis, een reis waar ik enorm naar uit heb gekeken. Ik wilde eigenlijk vorig jaar al hebben gedaan, de detoxreis die ik zeker minimaal één keer in de twee jaar wel heb gedaan. En ik ga nu voor de vierde keer. Onwijs veel zin in het nog nooit eerder in Portugal gedaan. Ik heb voorheen bij Health Holidays de reis gemaakt in Kas, Turkije. Heel mooi schiereilandje. En in Fuerteventura. En Portugal, laat maar komen. Laat maar zien wat jij in petto hebt. Onwijs veel zin in deze reis. De weersvoorspelling is niet heel erg best. Dus vind ik wel lastig. Van Google lastig naar Valencia was ook weer niet helemaal goed. Maar goed, weet je. Ik ga echt puur voor de detox. Ik wil gewoon ontgiften. Ik wil reset. Ik heb natuurlijk COVID gehad. Ik voel nog van alles. Mijn darmen zijn niet helemaal in orde. En ik ben nu echt, ja, ik ben er klaar voor om dit nu aan te gaan, dit avontuur. Suiker heb ik eigenlijk vanaf januari al veel minder genuttigd. En ook zoveel mogelijk glutenvrij en noem maar op. En ik heb er heel veel zin in om dat inderdaad deze keer weer te doen. Maar ik heb ook wel dingetjes gekocht. Want het is niet alleen maar sapjes daar. Het is ook elke dag sporten. En niet één keer, niet twee keer, drie keer. En ja, weet je, het sporten maakt het nog leuker als je ook een leuke outfit aan hebt. Dus ik ben inderdaad even losgegaan bij wat winkels. Waaronder Primark. Ja, Primark zeg ik. Ik hoor heel veel mensen zeggen Primark. Ik heb het helemaal geen zin. Ik zeg gewoon Primark, dat is hoe ik het zeg. En daar ben ik inderdaad losgegaan. Heb ik wat sportbroeken gescoord. En weet je wat het fijn is? Daar hebben ze leuke broeken met leuke printjes in mijn maat, in leuke maten. Daarom ga ik het daar ook shoppen. Kijk even hoe leuk deze is. Lekker kleurtje. Dat groen. Ik vind het helemaal fantastisch. Dus hier word je toch helemaal blij van. En draag je hem niet voor het sporten. Is het ook wel heel erg leuk gewoon van huis. Nee, maar kijk. Echt een lekker broekje. Ik heb daar van de grootste maat. De XL. En dat is de maat 18, 20, 46, 48. Maar ja, hier zit zoveel stretch in. Joh, dat is echt, dat blijft helemaal goed. Het enige is, hij moet natuurlijk niet van je kont zakken. Dat gaan we merken. En ik heb er nog eentje. Kijk even qua kleur. Hoe lekker. Ja, het is natuurlijk hetzelfde model. Ook in maat XL. Dus ook een maat 6,48. Het zijn lange, maar bij mij zijn het denk ik enkelbroeken. Misschien zelfs 7,8. Misschien nog wel iets korter. Maar heerlijk broekje. Lekkere kleurtjes. Ik word er heel blij van. Meestal heb ik allemaal korte leggings of sportbroeken aan. Maar ik dacht vandaar, de temperatuur geeft aan zo'n 16, 17 graden. Ik ga natuurlijk wel korte meenemen. Maar ik vind het ook wel lekker om die wat langer te hebben. Nou, wat heb ik nog gesport? Het volgende. Omdat ik natuurlijk ga lopen, vind ik het ook wel handig om inderdaad luisterboeken te luisteren. Of podcast. En ik denk dat ik vooral nu heel veel boeken ga luisteren. Is dit niet helemaal fantastisch? Dit heb ik gescoord voor 3 euro. Kan ik inderdaad mijn iPhone in doen en luisteren wat ik wil. Dus moet ik mijn losse koptelefoon ga ik meenemen. Dat vind ik wel heel erg fijn. En wat heb ik nog gescoord? Is dit. Als ik zo'n grotere meeneem, dat scheelt wel plek. En dan heb ik weer iets voor iets leuks om mee te nemen. Hier zit ook een ritje in. Dan kan je dan die sleutels of zo in doen. En kostte 6 euro. Echt zo'n gym towel. Sowieso ook handig om te gebruiken. Gewoon als ik hier in Nederland naar de gym ga. Ik wil ook echt na deze reis weer helemaal fanatiek het sport oppakken. Ik heb even dat op een laag pitje gelaten. Vanwege het herstel ook van het ziek zijn. En ik merk nu echt dat ik denk, ja kom maar op. Ik heb er heel veel zin in. Heel tof dat sportmerken nu ook grotere maten gaan hebben. Zoals Nike, maar dus ook Adidas. En guess what? Ik mocht een outfit uitzoeken. Een sportoutfit. Helemaal te gek. En lekker in kleur. Ze hebben dus nu de grotere maten. Ik heb gekozen voor 3XL broek. En is dit niet helemaal een lekker broekje? Dit is inderdaad ook een driekwart broek. En tight fit. Nou, hij zat ook echt tight. Maar wel lekker goed, zeg maar. En vind ik ook wel lekker als er een soort support zit. Heel mooi kleurtje van Adidas. Te gek. Had ik al Adidas gezegd? Grapje. Dit is dus de 3X. En ja, en wat ik helemaal leuk vind, daar zit dus een bijpassend topje bij. Die kan je in principe zonder BH aan. Zit als gegoten bij mij. En hier heb ik genomen de maat. Even kijken. Ook 3X. Met 90G zit deze 3 dus perfect.
En ja, ik vind het gewoon een heel leuk topje. Ik denk zelf dat ik er gewoon een hemdje overheen gooi. Dat je wel dit nog net een beetje dat buiten ja, gaat piepen. Ik hou van die te gekke kleurtjes. En dus ik ga, ja, deze sportweek wordt alleen maar kleur. Ik denk dat er niks zwarts te zien is. Nou, en ik was op tijd om bij Shein. Krijgen we daar wat dingen over? Shine of Shine. Ik zeg gewoon Shein. She is in. Hebben ook wat besteld. Namelijk hele leuke sportbroekjes. Oh my god. En daarom hou ik van die winkels. Daar hebben ze tenminste te gekke, leuke, gekke printjes voor grote maten. En ook leuke sportbroekjes. Zoals deze. Nou, Panther kan ook niet ontbreken natuurlijk deze week. Hoe fantastisch is dit? Kan met een leuke witte top, kan met een bruine, kan met een felgeel of noem maar op. Dit is wel een kortje, dus ik hoop wel dat ik deze ga dragen en dat ik eigenlijk die lange niet nodig heb. Maar misschien voor de ochtendwandeling is het lang fijn en voor de middag is dit misschien wel handiger. Maar kijk even hoe fantastisch. Ik heb even genomen 3XL en dat is dan van de Shein Curve collectie. Dus daar moet je dan wel even op letten. En die zit ook echt als gegoten. Dat was een beetje gokken van moet ik de 4 of de 3. Nou, de laatste tijd als ik de 4 bestel was alles veel te groot. En je hoort het al. De tweede is ook weer een aantocht. Kijk even. Is dit niet fantastisch? Wat een heerlijk printje. Wat een heerlijke kleuren. Alle dierenprintjes, nou het hele dierenrijk is bij elkaar geroepen. Dit broek. En ik word hier heel blij van. Dus en nu denk ik alleen, oh, heb ik wel genoeg kleuren sneakers. Dan ga ik even kijken. Ik heb wel een multicolor sneakers die erbij zouden kunnen. En ik heb ook gewoon zwart met een fel kleurtje. Maar is dit niet helemaal geweldig? Ja, ik word hier heel blij van. Ook een kortje. Dit is ook heel lekker materiaal trouwens. Het is wat zachter en wat heel, en ja, weet ik niet. Voelt heel comfy aan. Nou, dat waren de sportdingetjes. Naast het wandelen en een sportactiviteit als... Het kan boksen zijn, het kan mediteren zijn, het kan yoga zijn, het kan... Gewoon een, weet je wel, een dingen, BBB of zo klasje zijn. Hebben we dus ook normaal gesproken iets met water. Aquajoggen. En je kan je voorstellen, als ik in Turkije ben, was het natuurlijk een graad of 34. Dat is heel erg lekker verkoelend. Ik ga ook meenemen hele goede sport-BH. Kijk even naar die kleur. Fantastisch. Van Elomi. Helemaal te gek. Eigenlijk heb ik bijna alle BH's zijn nu van Elomi. Want ja, ik ben ook ambassadeur voor hun. En fantastisch om daarmee samen te werken. Dit is echt een ja, nieuwste model sport-BH. Fantastisch. Zit helemaal goed. Sluit goed aan. Beschermt ook je bovenkant. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Deze heb ik ook in een beige tint. Maar ik weet niet of ik deze ga meenemen. Ligt eraan wat ik voor topjes ga doen bij die broeken die ik net liet zien. Dus of deze. Ik heb hem ook in wit. En ik heb hem in zwart. Dus maar dit is natuurlijk wel een hele fijne. Die valt natuurlijk niet op. Ik heb nog een hele leuke. En over printjes mixen gesproken. En deze kan natuurlijk heel goed bij deze. Kleurfamilie komt overeen. Printfamilie is een ander verhaal. Maar dat maakt niet uit. Want het is fantastisch. Nou, als je zo toch gaat sporten, dan heb je toch helemaal zin erin. Tenminste, ik wel. Maar goed, ik neem ook wat zwemmen mee. En ik heb ook deze besteld. Nog een nieuwe bikini van Shein. Shein. Namelijk deze, want die beviel zo goed. Die heb ik al in het groen en een mooie rodige kleur. En ik dacht, zwart-wit kan ook niet ontbreken. En wat ik zo mooi vind is dit. Het is een hooggesloten topje. Vind ik altijd heel fijn, want mijn boobies vliegen er nog wel eens uit. Zeker als we een aqua jogging doen, denk ik van nou, dan moet het wel dingen zijn. Maar het heeft wel nog iets sexy. Met een bijpassend broekje. Die is gewoon lekker hoog. En ook wel smal gesneden. Want ik hou niet zo van die enorme lappen stof. Dus dit is een heel fijn broekje om inderdaad ja, zowel actief in te zwemmen als gewoon te zonnebaden. Dus laat die zon maar komen. Dus om 2:30 ging mijn wekker. Nou goed, hè? Alles voor... lekker vroeg vlug, om 6:00 vertrekken we. En we gaan nu richting gate. Aangekomen op Faro. Nou, nu wachten voor mijn koffer. Moet wel aankomen, want anders heb ik een heel groot probleem.
moet ik sporten in deze outfit de hele week. Wat is er aangekomen? Yeah. Het is heerlijk hier. Oh, kijk dan. En we hebben nu een transfer naar ons hotel. Aangekomen en kijk eens. Heerlijke palmboompjes. De kamer is klaar. En kijk even hoe super netjes. En de zon. Oh, ik word zo blij. Dat betekent dus dat ik een balkon heb. Kijk even hoe lekker. Oh. Nog geen minuut in de kamer. En ik heb al omgekleed in sportoutfit. Dus we kunnen de eerste les al gelijk meedoen. Fanatiek, kom op. Ja, kijk. Nu heb je natuurlijk nog gewoon eten in je lijf. Dus je hebt nog allemaal energie. Kom maar, kom maar, kom maar. Maar let op, morgen of overmorgen. Er staan twee hele grote 5 liter flessen op de kamer. Kijken hoe lang ik ermee ga doen. Is dit niet paradijs, jongens? Kijk hoe mooi. Ik word heel blij. Al die bomen. Kijk even wat heerlijk. Ik weet dus niet of dit het verwarmde zwembad is. Of er is ook nog een andere. Nou, eerste sportles is een feit. Het was een circuitje, maar het viel me toch niet mee. En nu heb ik nog alle energie, hè, natuurlijk. Maar, oh, maar wel weer kicken hoor. Nou, de dag dat ik dit opneem is precies 2 maanden geleden dat ik dat stomme virus kreeg. En ik heb ook niet meer echt gesport daarna, dus ik durfde het niet aan. En dit was voor het eerst weer dat ik denk, yes, knallen. En het viel me mee. Het ging best wel goed. Maar dus hier zag je inderdaad, hier hadden we het circuit. Matjes liggen en de step hier. Hier, de step hier. Zo. Allemaal leuke dingetjes. En nu ga ik me opmaken voor de intake. Niet letterlijk opmaken, maar ga ik richting Ilona. Zij is super leuk. Ik heb al een keer eerder meegemaakt. 2 keer volgens mij zelfs. Even 1 keer. Dan wordt er gemeten, gewogen. Ja, even met de neus op de feiten. Zo, even bijkomen. Nou. Bij Ilona, de sportinstructeur, was gemeten, dus bloeddruk, gewicht, lengte, noem maar op. En er worden ook gemeten qua centimeters. En ik weet nog de vorige keer, joh, ja, er was echt veel vanaf. Volgens mij iets van 5 centimeter of zo taille. Dan weet je het, hè. En volgens mij iets van 7 of 8 van de heupen. Dus kijk of we dat dit jaar ook weer kunnen bereiken. Nou, als het mooi weer is, zitten we hier dus voor het drankje. En dat is dan eigenlijk ja, 2 keer per dag. 'S ochtends en in de avond. Nou, aangekomen in de praktijk van Ilona. Nou, hier is ze. De kanjer. Super leuk om weer bij jou te zijn. Ja? Ja, echt helemaal leuk. Het is echt onwijs leuk om jou te zien. Ja? Ja. Lange tijd. Ja, echt lang geleden. Hey, wat gaan we allemaal meten? Ja, van alles en nog wat. Kom maar vast wat even zitten. Ja, ik zie dat ding al. Maar ja, de weegschaal, de Tanita. Ja, ik vind de centimeter veel interessanter dan het gewicht. De centimeters, ja. Ja, ik vind de centimeters vind ik belangrijker dan dit. Ik heb net de meting gehad. Ik heb dus laatste keer detox in 19 gedaan. En dat was ook de laatste keer dat ik op een weegschaal heb gestaan. Wil je weten wat? Maar ja, uiteindelijk doet dat er niet toe. Ik ben echt... centimeters vind ik dus echt veel belangrijker. En dit is de turbo. Die is voor tussen de middag. Beetje bouillonachtig. Zo. Ik moet even een hellinkje op. Dat is een bouillonachtig drankje. Ik leg nu op bed. Na het sporten, ik ben echt in 1 keer zo moe. Maar ja, de vlucht was natuurlijk ook echt belachelijk vroeg. 2:30 uit bed. En om 6:00 vertrokken. Ik denk dat ik even een dutje ga doen. Nou, de koffer een beetje uitgepakt. En in de kast gelegd. Met een slapenhoofd heb ik dat even gedaan. Zo, ik heb toch eventjes 2 uur geslapen. Maar goed, hè? Nu voel ik me weer helemaal thuis.
alles uitgepakt. Ik heb mijn bikini aan, niet in de zonnebaden. Wij hebben dadelijk aqua jogging. En het is niet heel warm buiten. Dus hoe ik dat ga doen, ik denk dat ik gewoon die kleren aandoe en dan daarmee naar het zwembad ga. Het hotel heeft bijpassende handdoeken. Lekker in het water gelegen. Oh, fantastisch. Volgens mij na de les heb ik nog 3 kwartier in het water gezeten. Super lekker warm. En ik heb een beetje netjes en leuk gemaakt voor het eerste officiële avondsap. Ik ben het hele ding al rondgelopen. Ik weet niet meer waar die kamer is voor de sapjes. Nou, ik heb het gevonden. Met die vlag. Ik denk dat ik zo'n 12 uur geslapen heb. Hè? Oh, ik was zo moe. Nog steeds moe. Nou, en zomertijd, klok is vooruitgezet. Dus het is iets eerder. Nou ja, whatever. Het is eigenlijk origineel Nederlandse tijd. Maar we gaan zo wandelen om 8 uur. Ik ga nu nog gaan omkleden. En kijk eens wie ook op is. De zon. Nou, ik heb mijn sportoutfit al aan. Het broekje van Primark zit niet heel hoog. Vind ik wel jammer. Maar goed, wel lekker. En er gaat wel een trui over, want het is niet heel warm. Nou, nu ben ik ready to go. Koptelefoon, tasje voor de telefoon. Waterfles is eigenlijk te groot om, om hierin te doen. Dus ik moet even iets anders verzinnen daarop. Kijk dan wat hier voorbij komt. Allemaal kleine schaapjes. Ah, kijk dan. Te grappig. Nou, het eerste emo-momentje is ook al. Zo mooi om te zien hoe die honden gewoon, weet je wel, die schaapjes bij elkaar houden. Ik weet niet waarom ik geraakt word, maar... Super mooi te zien. Nou, ik moet nog gaan lopen. En nu al helemaal in het gaat. Nu al warm gekregen. Trui uit, maar er is wel veel wind. Dus misschien een beetje mijn voorhoofd. Zo hé, viel me dat tegen. En het laatste kwartier ging het niet goed met lopen. Ik voelde me erg niet goed. En gelukkig goede begeleiding. Ilona die mij met ademhalen hielp. En natuurlijk terug kwam ik gelijk naar boven mijn kamer gegaan gaan liggen. En ik was echt super duizelig. En weet je, het is mijn fout. Ik ga natuurlijk altijd beginnen met tempo maken. Laat me niet kennen. Maar ja, dan heb ik alles al verspeeld. Mijn energie. Ik denk dat dat het ook is. En deze week is het natuurlijk sowieso opletten. Wat je, je hebt natuurlijk al niet veel energie. Dus dat is wel van les. Rustig aan doen. Nou, nu het ochtendsapje. Ik breng dit van gisteren terug. Ik heb er gewoon te weinig gedronken, denk ik. Gisteren. Echt op letten dat ik alles goed tot me neem. Maar weet je wat het was? Ik wilde gisteravond nog thee nemen en deed de waterkoker het niet. Dus ik hoop dat ze die even kunnen fixen vandaag. Nou, op naar de yogales. Heerlijk yoga gehad. En ik had nooit zo de connectie met yoga. Want ik met mijn pols en zo en de rug.
voor te overstrekkend, maar in één keer ga je toch veel meer naar binnen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel heel erg met dat mindset waar ik natuurlijk mee bezig ben. Dus ik vond het nu wel heel fijn. Kijk of ik zoiets inderdaad even van die online lessen kan doen. Om dat toch ja, te blijven volhouden. En in de sportschool nu ook dit soort lessen gaan doen. Nou, we gaan nu voor een strandwandeling. Hele mooie, ja, ook hele mooie valleien, noem maar op rotsen wat we gaan zien. Maar ik denk dat we wegwaaien bij die valleien. Dus ik heb wel extra dik, ben dat Uniqlo bodywarmertje. Echt super licht geweest, maar echt heel fijn om nu aan te doen. Want door die trui gaat die wind natuurlijk heel erg. En ook je broek is ook van Uniqlo trouwens. Dus ik heb even een beetje een winterse sportoutfit. Want het is andere temperaturen dan gisteren. Sorry. Aangekomen. Nou, wat gaan we nemen, jongens? Dankjewel. Chips. Ijs. In de Portugese ijskoek. Oh. Hey, ik denk niet dat ik ga meelopen, jongens. Ik ga me verhullen in prachtige jurkjes. Ik ga helemaal verkleedpartijtje doen. Ik vind ook zo'n Pippi Langkous ding. Dat vind ik nog wel grappig. Zullen we? Hey Ilona, we mogen toch. We mogen toch één. Wat is er streng, hè? Oh, maar waar heel lief. Ze heeft me super geholpen. Dus, wow, dit is toch niet normaal, jongens. Kijk even. Die is zo mooi. Kijk, ze noemen ze de oorlog. Bed. Ik heb net voor het eerst echt een jaren in een bad gelegen. Ik heb zelf geen bad. Ik hou ook normaal niet van baden, maar we zijn dus die loop gaan doen. Super mooi. Echt al die rotsen en ja, heel mooi. Maar ja, toen moest je ook natuurlijk omhoog klimmen. En toen dacht ik, oh, ik wilde die stoppen en teruggaan. En gelukkig werd ik door Ilona gezegd, kom maar, stuur maar op mij en dan gaan we samen klauteren. Maar als een angst haast dat ik val, weet je, als een trap, dat ik zo kiezels pak en dat ik dan naar beneden glij. Maar goed, toen kwam ik terug. En heb ik wel de turbo gedronken. Voor het eerst dat ik een dag vind. Best wel lekker. Ik kreeg het nog mooi, normaal kreeg ik dat niet weg. Het is toch een beetje wat hartig, wat tomaat en komkommer. En volgens mij die twee bij elkaar. En daarna kreeg ik het koud en moe. Dus ik ben er echt meteen onder de dekens gaan liggen. Met alle kleren zo warm mogelijk aan. En toen ben ik inderdaad in het bad gegaan. Dacht ik, heerlijk, eventjes warm worden. En nu heb ik het ook gewoon lekker warm. Ik heb nu gewoon een t-shirt aan. Net had ik gewoon 3 lagen. Ik ben ook niet naar het aqua jogging gegaan, want ik voelde me echt gewoon niet lekker. Dus en misselijk, en niet lekker voelen en koud. Dus ik dacht van, even goed naar mijn lichaam luisteren. Want ik kan natuurlijk echt lopen. Daarna yoga gedaan en daarna nog een keer gelopen. Dus best wel veel op weinig eten en calorieën. Maar in principe moet je het gewoon aankunnen, maar ik denk dat het ontgiften al enorm aan het beginnen is, bezig is. En wel misselijk. Maar goed, ik moet over een uur en een kwartier weer het sapje doen. Dus, en mijn haar is gewassen, dus ik moet het eigenlijk nog feunen. Maar ik kijk wel even of ik het nog doe. Wat kleding en make-up kan doen. Nou, ik naar het bad, nu en het liggen. Oh, heerlijk. Nu richting sapjes. Ik heb mijn haar lekker gewassen en gefeund. Dat is helemaal stijl. Zo zie je het ook niet vaak bij mij. Maar ik heb geen tijd om nu nog te gaan krullen. En ik ben wel misselijk hoor. Dus ik weet niet of ik dadelijk dat drankje kan gaan doen. Anders neem ik het gewoon mee naar de kamer. En dan kan ik het misschien later nemen. Maar in geruststelling dat ik de waterkoker heb. Zodat ik thee kan maken. Daar heb ik denk ik wel straks wel zin in. Lekker kamille of iets anders. Ik weet nog niet wat. Ik had ook licorice. Lekker. Zoethout. Dus ja, nu naar de groep. En see you later. Blij met die spiegel trouwens. Kan ik jullie elke dag mijn lookjes laten zien. Dit was eigenlijk deel van mijn heenreis look. De broek van Bon Prix trouwens. Colletje van H&M. En deze is van Uniqlo. En schoenen van
H&M. Omdat het niet super warm is, is het natuurlijk wel heel erg lekker om dat aan te doen. En ja, let's go. Er staat nog steeds wind. Vol energie. Maar net bij het sapje hadden we bietensap. En toen heb ik ook nog een korte workshop gegeven over styling, kleding, noem maar op. Onwijs leuk. En ik zit, ja wat ik zeg, ik word er wel heel blij van. Nou, ik zei al dat de waterkoker werkt en ik heb nu lekker een thee. Oh, liquid, oh, drop. Nom, 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 nom. Dat is cheers jongens. Het zonnetje schijnt, heerlijk. En we gaan lekker lopen. Het is bijna 8 uur. Ik heb veel laagjes aan. Ik heb onder die trui ook nog dat bodywarmertje. En lekker gaan. Volgens mij gaan we nu naar het strand. Dat weet ik niet zeker. Wauw, dit is echt zo mooi. Nou, heerlijk lopen. De helft heeft via het strand gegaan. Dat vind ik niet super eng. Dus ik ben gewoon via dit pad gekomen. En nu gaan we waarschijnlijk gewoon via de paden terug. Niet via het strand. Maar ik denk, ja, ik heb wel 2 passen sneakers bij me. Maar die krogen hier niet echt. Sportklas. We hebben nu een circuit, dus ik ben heel benieuwd wat het in gaat houden. En ik ga lekker met de lift. Genoeg stappen genomen. Even lekker pakje aan. Ja, sokken en sandalen. Omdat het kan. En dan omdat het mag. En omdat ik er gewoon van hou. En ik wil gewoon de sandalen aan, ook al is het koud. Lekker opgetut. Nou, mijn haar is niet helemaal lekker, maar goed, dat maakt niet uit. Och, na de bootcamp ben ik heel snel gaan omkleden. Maar ik had daarna met iemand die ook meedoet een persoonlijke sessie, dus coaching voor mij. En daarna dacht ik even te gaan liggen. Ik had het weer koud. Ik denk dat ik ga lekker onder de dekens liggen, lekker warm. En ik ben in slaap gevallen. Dus ik heb de aquajogging gemist, maar... Vind ik stiekem ook niet zo heel erg, want als je goed luistert, hoor je de regen op het raam. Het regent in Portugal, oh my god, in Nederland is het mooi weer. Dat is wel heel erg jammer, dus het weer is echt... Oh. Maar goed dat ik inderdaad lange dingen mee heb genomen voor daarna. En ook voor het sport heb ik gelukkig een trui en noem maar op mee. Maar dit ben ik natuurlijk niet gewend. Ik geniet nu ook echt van een warm kopje thee. Een ginger nog, wat heb ik nu? Maar ik heb me nu lekker opgetut, want straks hebben we natuurlijk wel gewoon de avondsap. En dat is om 6 uur. En om 6:30 gaan we naar de mall. Een mall, een mall, een mall. Lekker shoppen, even afleiding. Ik weet niet of ik echt veel ga kopen, maar ja, daar heb ik wel even zin in. Ik moet je zeggen, verder gaat het, ondanks het moe zijn, gaat het echt wel goed. Ik was gisteren ergens al heel misselijk. Nu gaat het, vanmorgen was ook nog wel misselijk. Wat dat is, weet ik niet. Ik heb geen kop in, maar ik heb wel mega veel spierpijn. Dus ik heb goed gesport, maar ja... Als je de hele tijd niks gedaan hebt, valt dat natuurlijk ook wel tegen. Maar ik voel me wel echt goed. Dus totaal geen hongergevoel. Ik moet zelfs niet eens aan eten denken. En weet je wat erg gemeen is? André die gaat dan met mij een video bellen. En dan gaat hij zeggen, kijk wat ik allemaal lekker eet. En dan gaat hij helemaal eten alsof ik aan tafel zit met hem. Maar goed, ik trek het nog. Ik zeg, nou, ik word eerder misselijk van het eten dan ik er zin in heb. Dus ja, voor mij is dat goed. Dus ik heb totaal geen honger. Maar dan zie je dus dat eigenlijk... je lichaam zo sterk is dat hij best nog op reserve kan, blijkbaar. Kijk, maar ga dat niet thuis doen, ga niet eten, hè? Dat is gewoon niet goed. Kijk, ik krijg hier echt wel heel veel vitamines binnen. En in die drankjes denk je, ja, daar zit niks in, maar er zit mega veel vitamines. Die kan je ontellen. Echt één fruit of één groentesoort zitten er al 20 in of zo. Dus ik kom niks tekort en blijkbaar kan mijn lichaam dat echt wel heel goed aan. Ik ga me zo klaarmaken en... voor het avondsap. Ik weet niet wat het is, volgens mij bleekselderij.
Maar goed, dan laat ik het maar staan. En dan ga ik straks in de mall gewoon afleiding en shoppen. Ik voel me in ieder geval goed en ik heb er zin in. Ik ben helemaal nu al verwaaid. Ik ga nu nog even zonder mondkapje, want ik ben binnen, moet ik natuurlijk een mondkap op. En ik ben aangekomen bij de Algarve Shopping. Dus we gaan zien wat het ons gaat brengen. Ik zag wel H&M en allemaal die ketens, dus we gaan het zien. Ik kom nu al een hele leuke winkel in. Kijk dan, hoe leuk. Allemaal interieurdingetjes. Oh, ik was helemaal gek. Dit vind ik leuk. Oh, ik word helemaal gek. Dit is zo leuk, maar ze doen dus niet shippen in Nederland. Oh, dit is zo jammer. Kijk, wat allemaal helemaal leuk. Wat drinken. Hier ook allemaal sale dingetjes. Het lijkt een beetje op Zara of zo. Lijkt wel Zara Home. Maar heel erg leuk. Oh, ik word hier heel blij van. Nou, eventjes... Hallo. Dit wil je toch? Kijk dan zo'n... Dit vind ik ook goed. Een salvettering. Dit, hier word je toch helemaal blij van. Kijk even. En dit, ik vind het leuk. Kijk hoe groot die koppen zijn. Dit wil je toch? Super tof, kijk even. Maar ze hebben hier gewoon vele gavere dingen dan in Nederland. Ik zie het nu al. Wat een prachtige kleuren dit. Ideale rim, want het is elastiek, hè? Dit is een mannenjasje, super tof. Nou, ik ben die beursje uit moeten brengen, zie ik helemaal heet. Maar die muziek, ik word er helemaal gek van. Snel naar buiten, andere winkel. Dat is net mijn pak van Marina Rinaldi, maar ik vind het zo mooi. Wat een tof pak hier dit. Oh. Hele leuke truc, die mouwen. Allemaal zachte tintjes. Die is ook heel leuk. Haasten, haasten, haasten. Ik heb er nog iets gekocht. Niet voor mezelf, maar voor André. Die wilde nog zo in iets cadeautje.